Iedereen zegt nu tegen mij, ja, maar Magda, jij kent toch Lilian Ploemen? En dan denk ik, ja, maar voor mij is ze gewoon Lilian. Ik werk al 17 jaar als kamerzorg. Het leuke aan het werk is dat je, het wordt nooit saai. Elke week nieuw gezin, nieuwe baby. Onze kwaliteitsmanager die belde mij op en zegt, Magda, ik heb een vraag aan je. Lilian wil heel graag met iemand uit de zorg praten. Ben jij in een gezin nu? Ik zeg, ja, ik zit in een gezin. Vind je het leuk als Lilian daar komt om even te praten? Ik zeg, nou, dan moet ik eerst aan mijn gezin vragen. Oh, zegt ze, ja, leuk. En ik wil dat wel, vind ik leuk. Dus Lilian stond voor de deur en ik had meteen zo'n gevoel, oh, leuk mens. Zo lief, zo mensenmens. He, gewoon de dochter van de melkboer. Mijn vader was slager en dan denk ik, maar ze blijft ook zo gewoon. Ik start zeg maar nu aankomende nacht om 12 uur en dan start er een wacht tot morgenochtend 8 uur. Ten eerste slaap je onrustig, want die telefoon ligt naast je bed. Als hij wel gaat, dan is het dus van 0 naar 100 adrenaline wakker, adres opschrijven en je moet naar een bevalling. Maar als er niks gebeurt, dan krijg je 1 euro per uur voor het wachten. Ik denk dat die wachturen bij ons, zeker in de kraamzorg, dat dat eigenlijk het grootste struikelblok is. Ik denk dat Lilianne voor de zorg betekent dat zij verwoordt wat wij eigenlijk allemaal willen zeggen. Dat het eigenlijk een ondergewaardeerd beroep is en zeker een onderbetaald beroep is. Ik zou heel graag willen dat Lilianne blijft vechten voor ons. Ik ga Lilianne spreken. En ik denk dat mijn collega's in de kraamzorg, maar ook in welke vorm van zorg dan ook, voor Lilianne gaan stemmen.